Evelien Tonkens is als hoogleraar actief burgerschap specialist op het gebied van de zelfredzame burger. En is kritisch. Een samenleving waarin burgers meer voor zichzelf zorgen, kan ook leiden tot ongelijkheid. De overheid is van ongeveer de eeuwwisseling begonnen te zeggen van mensen moeten meer zelfredzaam worden. Daarmee bedoelden ze eigenlijk vooral mensen moeten meer zelf gaan doen. De kabinetten Balkenende hebben allemaal steeds gezegd eigen verantwoordelijkheid. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar daarmee bedoelden ze eigenlijk altijd eigen portemonnee of eigen familie. Dus of je kunt zelf meer betalen of je moet je familie meer vragen. En als je dus niet zoveel geld hebt en niet zoveel familie, dan heb je pech gehad. We hebben misschien een poosje gehad het idee van de staat als een gigantische moedertiet. Nou, dat moeten we vergeten. Maar de staat kan wel zorgzaam een oogje op ons houden. En wat heel belangrijk is, er zijn in elke samenleving mensen die echt die pineut zijn. Die gewoon pech hebben of die gewoon echt heel onhandig zijn. En daar moet je, of het nou een overheid is, vroeger had je een diaconie of had je allerlei, zorgde de stad ervoor. Altijd hebben samenlevingen gezorgd voor die groepen. Dat vind ik een kwestie van beschaving. De grote vraag is of de druk op de gezondheidszorg door de vergrijzing niet te groot is in 2030. Mak ziet maar één oplossing: minder marktwerking. Ik zie met die vergrijzing als enige mogelijkheid dat de zorg op een liefdevolle manier efficiënter moet worden. Efficiënter door bijvoorbeeld dubbele behandelingen te voorkomen. Een overmaat aan foto's worden gemaakt, dure scans. Het is echt, als je het vergelijkt met het buitenland ook, die cijfers van Nederland, die liegen er niet om. Hoor, Nederlandse zorg is echt duur. Het ligt niet aan de patiënt, het ligt aan de kosten van de zorg. Ik denk dat heel scherp geanalyseerd moet worden. En liefdevol, daar bedoel ik mee van, denk eraan, het zijn echt hele kwetsbare mensen. Patiënten zijn geen aanstellers. Patiënten zijn ook vaak heel realistisch. Maar behandel ze met respect.